Hi Yogi, Nanda hier. Welkom bij een practice Harmonious Hips. De naam zegt het al, we gaan een klein beetje meer ruimte creëren, een beetje meer balans en harmonie in het heupgebied. En we beginnen in een Sukhasana, een kleermakerszit. Dat betekent dat je je voeten een klein beetje bij je heupen vandaan hebt. En dan kruis je je linkerscheen voor je rechter, flex je je tenen een klein beetje, breng je je handen even naar je knieën bovenbenen. Kantel het bekken een klein beetje meer terug, zodat je goed kunt gronden met je zitbordjes richting de mat. Kruin iets op richting het plafond. En langzaamaan sluit je dan even je ogen. Met het sluiten van je ogen sluit je even heel bewust af voor alles om je heen. Geef jezelf even een moment te landen in de ruimte, te landen op je mat. Een beetje meer naar binnen te keren. Even een moment na te voelen door je lijf. Hoe je zit. Hoe je ademt. Alles wat je zintuigen verder nog kunnen waarnemen. Aan geluiden, aan geuren. En dan adem je een keer rustig maar diep in door je neus. En geef je het weg met een zucht door je mond. Adem langzaam maar diep in door je neus. En geef het rustig weg met een zucht door je mond. Laatste keer, adem rustig maar diep in door je neus. Voel de lengte, de ruimte, de kracht die de inademing brengt. En laat met die zucht lekker even alles los wat je niet meer kunt of wil gebruiken. En dan sluit je langzaam je mond, ga je naar een in- en uitademing door je neus. Met wel datzelfde ritme, de vertraging in je adem. Adem langzaam in zo'n 3 tot 4 tellen in. En weer rustig in zo'n 3 tot 4 tellen uit. Haak de ademhaling daarmee het belangrijkste wat er is. Want juist die adem brengt ruimte, geeft kracht, energie. Maar ook verzachting en ontspanning in iedere houding, in iedere beweging. En langzaamaan ga je de adem dan een klein beetje meer sturen. Laat je een inademing beginnen, laag onder in je buik. Via de voorzijde gaat de adem langzaam omhoog richting de top van je borst. En dan eindigt die weer laag onder in je buik, bekkengebied. Navel een beetje naar binnen, bekkenbanda is iets actiever. En dan adem je weer rustig in. Grote cirkels die je in gedachten volgt, heel bewust observerend. Wat er gebeurt met die adem door je lijf heen. Waar gaat die ruimte naartoe? Waar ontstaat een beetje meer kracht? Voel je een beetje meer energie? En waar kun je dan ontspannen en verzachten en een beetje meer loslaten als je uitademt? Observeer en voel het na. En misschien ga je wel naar de Ujjayi breath. Heb je de achterkant van je keel, ligt iets samen. Ontstaat die zachte ruis die helpt bij de focus, bij het regelen van de lengte van je adem. En vanuit hier gaan we dan langzaamaan in de beweging. Inadem met armen langs je oren hoog. En dan uitadem, eindig je met handen en kin naar je borst. En dan plaats je je handen op vingertoppen voor je voeten over je benen heen. En langzaam laat je je hoofd lekker hangen en misschien is dit voldoende. Schouders zacht weg bij je oren. Blijf je met die vingertoppen een klein beetje voor je uit of nog iets dichter naar je knieën en je scheen. Of als je ruimte hebt, loop je langzaam een klein beetje verder naar voren. En heb je een kussen in de buurt en wil je wel iets meer die ronding voorover maken, maar kom je dan niet met je handen richting de grond, dan plaats je misschien je onderarmen op dat kussen. En dan laat je je hoofd lekker hangen. Kin een beetje naar je borst. Zacht in je schouders, zitbordjes blijven in contact met de mat. De ene nog steeds licht vrolijk. En voelt het nou verre van onaangenaam om zo voorover te buigen? Of is er veel minder ruimte, dan kun je er altijd ook nog voor kiezen om iets hoger te komen zitten. Dus dan plaats je je billen op een kussen en dan creëer je vanuit daar een beetje meer ruimte. Vanuit die heupen, zijwaarts, naar je knie. En misschien heb je dan ook nog wel een kussen voor je of heb je juist je vingertoppen voor je. Zacht in je schouders, nek ontspannen, gezicht blijft zacht. Rustig in je adem. En met iedere langzame uitademing nog steeds een beetje meer die verdieping zoekend in je houding. Als dat goed voelt, als die ruimte er is. En langzaamaan laat je dan steeds een beetje meer los. En misschien voel je dan ook wel op iedere rustige in- en uitademing een beetje meer ruimte ontstaan. Door je lijf heen. En op een inademing kijk je dan rustig iets op. En dan loop je langzaam even naar de linkerkant.
Neem je beide handen het liefst op vingertoppen, iets dichter bij je knie of iets verder erbij vandaan. En langzaam laat je je hoofd dan een beetje meer hangen richting linkerknie of bovenbeen. En is er minder ruimte, dan blijf je lekker weer wat hoger. En is er meer ruimte, dan zoek je vanzelf misschien langzaam een klein beetje meer die twist zijwaarts. Lengte over die rechterflank. Ontspanning in je handen als dat beter voelt. Zacht in je schouders, zacht in je nekgebied. En op een inademing kijk je dan rustig iets op. En dan laat je je linkerhand een beetje meer in lijn met je heup en je billen landen. En dan zwaai je je hele rechterarm over je hoofd heen en dan kijk je iets op richting het plafond. Zoek lengte en ruimte nog steeds over die rechterflank, niet hangend naar de linkerkant. Misschien is er genoeg ruimte om met die linker onderarm richting de grond te gaan, zonder dat je helemaal gaat hangen dan naar die linkerkant. Dus blijf die beide zitbordjes goed gronden. Blijf die rechterflank mooi verlengen. Blijf beide zitbordjes in contact houden. Rechterbeen en knie richting mat. Dus hou die activatie door je lijf, door je spieren. Inademend zwaai je beide armen langzaam langs je oren hoog. En uitademend boven je hoofd samen. Handen en kin weer rustig door naar je borst. Plaats je beide handen dan zachtjes naast je. En dan wissel je even in die kleermakerszit. Dus je rechterscheen gaat nu voor die linker. Hou nog steeds die soort van driehoek in het midden vanuit je heupgebied naar je knieën. Hou je tenen nog steeds licht iets vrolijk. En langzaamaan plaats je dan je beide handen weer voor je voet. Of voor je scheen of je knie. En vanuit daar kijk je of er een beetje meer ruimte is. Zitbordjes richting de mat. Om langzaamaan een beetje meer naar beneden te komen. Schouders weg bij je oren. Langzaam laat je je hoofd dan weer een beetje meer hangen. En misschien voel je gelijk al dat aan deze kant er meer ruimte is. Of juist minder. Misschien zit je hier niet op je kussen. Of heb je misschien niet je handen op het kussen aan de voorzijde. Of misschien heb je het juist wel aan deze kant beide nodig. Die ondersteuning. Zodat je een beetje meer kunt ontspannen. Een beetje meer kunt loslaten. En ga er weg, die in- en die uitademing, en een klein beetje meer ruimte creërend, ontstaat er dan een beetje meer verdieping, een beetje meer opening in je lijf. Misschien kun je dan dat kussen wel onder je handen wegnemen. Dan kun je je armen een beetje meer buigen, of loop je langzaam iets verder naar voren. Bouw je een torentje van je beide handen bovenop elkaar, laat je je hoofd lekker ontspannen. Zitbordjes blijven goed in de mat, dus activeer, hou het bekken mooi zwaar naar de mat. Laat je hoofd lekker hangen. En op een inademing kijk je dan rustig weer een klein beetje meer op. En uitademend loop je helemaal aan de rechterkant. Op vingertoppen. Misschien zoek je je twist hier niet meteen zijwaarts helemaal schuin. Maar blijf je een beetje meer naar het midden. Als dat beter voelt. Beide zitbordjes goed verankerd. Twist je een klein beetje meer je hartgebied richting rechterknie of bovenbeen. Laat je je hoofd naar die kant hangen. En voelt dat ook hier weer minder goed, dan blijf je lekker hoger. Of misschien loop je juist met die linkerhand nog wel iets verder naar die rechter. En verplaats je die rechter dan nog iets meer naar achter. Omdat het goed voelt en er is hier meer ruimte. Blijf die beide zitbordjes mooi zwaar in de mat houden. En dan blijft die rechterhand een beetje meer in lijn met je billen, je heup in de mat. En dan zwaai je je linkerarm over je hoofd heen en open je hartgebied een beetje meer omhoog. Maak je lang over die hele linkerflank, niet hangend naar de rechterkant. Misschien die rechteronderarm richting de mat als dat goed voelt. Misschien voelt dat hier helemaal niet prettig. En hou je liever die vingertoppen in de mat iets verder bij je vandaan of juist iets dichter naar je toe. Zodat je zacht kunt blijven in die rechte schouder. Verlenging over die linkerflank of iets hoger richting plafond. Als er minder ruimte is over die linkerflank. Linkerzijkant, heup en been blijven mooi zwaar. Dus hou die actief richting de mat. Inademend, kom omhoog. Neem je beide armen weer langs je oren hoog. En uitademend, eindig je rustig terug met je handen en je kin voor je borst. Breng je handen achter je heupen. Lift je knieën rustig iets meer naar je borst. En dan kom je langzaam door naar je handen en je knieën. Handen mooi onder je schouders. Knieën mooi onder je heupen. Leg je scheen en wreef even in de mat. Klop je voeten even los.
En dan gaan we vanuit hier rustig naar een cat-cow met je schenen in je wrevende mat. Op een inademing lift je hielen naar je billen. Maak een iets holle rug, tenen wijzen iets op richting plafond. En uitadem met schenen, wreef rustig in de mat. En langzaam maak je helemaal die ronde rug. Inademend, lift je hielen iets naar je billen, kanter het bekken. Lift je hartgebied iets weg bij de mat, kijk iets op. En uitademend, rol door je houding heen. Rond van je zitpotjes naar je kruin, schenen wreef in de mat, tenen wijzen naar achter. Inademend, kantel het bekken. Koor blijft actief, navel iets naar binnen. En vanuit daar langzaam door, helemaal naar die ronding. Laat je hoofd lekker hangen, geen spanning in je schouders. Kom langzaam terug naar neutraal. Neem je tenen in de mat, duw je handen in de mat. En lift je knieën rustig omhoog en breng je gewicht omhoog en naar achter. En dan stap je je voeten nu iets dichter tegen elkaar aan en voelt dat minder prettig. Dan hou je er een klein beetje ruimte tussen. Ellebogen van het slot, zacht in je schouders. Duimen, wijsvinger goed in de mat. Wijs je middelvinger of naar voor. Of je wijsvinger een beetje meer. Dan heb je iets meer ruimte in die schouders. Laat je hoofd lekker hangen of kijk een beetje meer op. Hielen hoeven niet naar de grond als er minder ruimte is. Dus dan buig je een klein beetje meer in je benen. Zijn je hielen misschien iets gelift? En vanuit hier gaan we dan langzaam een beetje meer in de beweging. Rol naar je linkertenen, lift je linkerhiel, strek je rechterbeen bij je vandaan. En open een klein beetje meer naar die linkerkant. Grond je linkerhand, grond je rechterhand. En vanuit daar wissel je rustig door. Gaat je rechterhiel in de grond. Rol door naar die linkertenen. Laat je hoofd lekker ontspannen. Rol misschien helemaal door en plaats misschien een beetje de bovenzijde van je tenen richting de mat. Als dat goed voelt en er is ruimte. Strek en duw weg door die rechterhiel. En langzaam rol eerst naar beide tenen. Plak je ribben even op je bovenbenen. Blijf zacht in je schouders. Hou die hielen nu van beide voeten goed hoog. En uitademend laat je langzaam je hielen weer landen. En dan kijk je of er een klein beetje meer ruimte is. Zacht in die schouders. Inademend, lift je rechterbeen. En dan buig onderweg je rechterknie. En dan open een klein beetje meer in je heup. En neem nu als focus dat je je rechterknie zo hoog mogelijk richting het plafond wil brengen. Schouders blijven mooi in één lijn. Dus niet meer hangend aan de rechter of linkerkant. Hoofd blijft ontspannen. En vanuit daar ga je hipcirkels draaien. Draai met die rechterknie wat cirkels richting het plafond. En dan blijft die rechtervoet mooi ontspannen. Schouders blijven mooi ontspannen, niet hangend naar je polsen, je schouders, je ellebogen. Draai ook de andere kant op en vaak voel je dan gelijk al waar meer ruimte is in het openen, in het draaien. En dan breng je langzaam die beweging tot stilstand. Breng die rechterknie weer omhoog wijzend richting het plafond en strek je rechterbeen omhoog. En dat hoeft niet hoog als dat niet goed voelt. Blijf zoveel mogelijk gronden naar die linkerhiel. Maak je lang. Open in dat heupgebied. En dan stap je met een grote pas je rechtervoet naar de voorzijde van de mat. Aan de buitenkant van je rechterhand. Dus helemaal naar de rand van je mat. En dan laat je rustig die linkerknie landen. Een beetje meer in het midden. Linkerhiel wijst omhoog. Linkerhand onder je schouder. Easy twist. Helemaal openend naar die rechterkant. Blijf zacht in die schouders. Ja, linker elleboog niet op slot. Voel heel even na. En dan breng je die rechterhand met een grote zwaai terug. En via je tenen en je hiel loop je dan je voet terug naar het midden van de mat. En dan neem je rechterarm dan rustig over je rechterbeen heen. En langzaamaan breng je dan je rechterhand op je rechterknie. Je linkerhand erbovenop. En dan breng je jezelf een beetje meer omhoog en naar achter. Dus niet hangend in die heup, helemaal naar voor. Rechterknie blijft mooi in lijn met je enkel. Duw als het ware je torso een klein beetje meer omhoog en naar achter. Geen holling of spanning, laag in je rug. Dus hou die koor goed actief. Breng het gewicht een beetje meer naar achter. En dan voel je iets meer strekking aan de voorzijde van die linkerheup. En tegelijkertijd activeer je ook meteen die rechter hamstring een klein beetje. Grond die rechtervoet en schaar die benen als het ware over de mat naar elkaar toe. Hou die koor goed actief. En wil je iets meer ruimte, voelt het goed. Dan kun je met die rechtervoet altijd nog iets verder naar voren. Als je maar niet gaat hangen in die heup. Dus breng die heup nog steeds goed vanuit die koor naar achter. Grond goed in die rechtervoet. En hou die heupen als een blokje mooi samen.
En vanuit daar plaats je dan rustig je beide handen terug aan de binnenkant van die rechtervoet. Lift je linkerbeen en zwaai je rechtervoet terug naar achter. Eventjes een milde vinyasa, een klein beetje balans terug door je hele lijf heen. En een milde vinyasa via handen en knieën. Dus inademend wijd kruinen voor, duw hier naar achter. Uitademend knieën naar de mat, ellebogen langs flanken, buik, borst, neus of de mat. Tenen wijzen naar achter, schenen wreven de mat, kleine cobra. Uitademend terug in de mat. Inademend omhoog rollend naar handen en knieën, tenen de mat. Uitademend stap terug naar achter. En heb je een andere vinyasa flow die beter past, voel je natuurlijk helemaal vrij. Stap je beide voeten weer rustig terug, iets meer tegen elkaar. Grote tenen wijzen naar elkaar, hielen weer naar de mat of iets gelift of een milde buiging in je knie. En dan lift je langzaamaan linkerbeen omhoog. Buig je linkerbeen en dan ligt de focus weer omhoog brengend die linkerknie richting dat plafond. Blijf ontspannen in die linkervoet, niet hangend, te veel naar een linker of een rechterkant. Hou die core goed actief, navel iets naar binnen. Blijf rustig in, langzaam uitademen. Kijk of je kunt gronden naar die rechterhiel. En voel misschien even na door een beetje te bouncen. Soms ga ik nog wel eens een beetje heen en weer op mijn hiel, op mijn tenen, om na te voelen waar die ruimte zit. En misschien was je al begonnen aan die hipcirkels. Anders draai je misschien nu eerst mee, de ene kant op. En langzaam ook de andere kant, openend, navoelend. Waar zit die ruimte? Voelt het hier anders dan aan de andere kant? En dan eindig je weer rustig terug omhoog. Met die linkerknie wijst het omhoog. En dan strek je dat hele linkerbeen omhoog richting het plafond. Zacht in die schouders. Maak je lang en dan lijkt het wel bijna een spit. En met een grote zwaai stap je nu je linkervoet aan de voorzijde van de mat aan de buitenkant van die linkerhand. En dan laat je rustig die rechterknie een beetje meer in het midden landen. Rechterhiel wijst omhoog, rechterhand onder je schouder, linkerknie mooi in lijn, easy twist. Misschien voelt het niet goed om die linkerarm omhoog te brengen, dan hou je hem op je knie. En anders neem je hem omhoog, richting het plafond. Niet hangend en duw het in je heup naar beneden, maar lift hem iets op. Twist komt vanuit laag, onderin die rug, rond dat navelgebied. Ruimte omhoog, rechterhiel wijst omhoog, zak mooi actief. Linkerhand met een grote zwaai terug. Met je tenen en je hiel weer terug naar het midden van je mat. Linkerarm over linkerbeen heen. Linkerhand op je knie, rechterhand op je knie. En gelijk dat torso een klein beetje meer omhoog en naar achter. Die spanning weer niet laag in die rug. Dus core blijft actief. Lift hem een beetje meer omhoog, zodat je nog meer voelt. Die strekking en die opening aan de voorzijde bij die heupflexor. En dan voel je ook weer die aanspanning van die linker hamstring. Grond goed in die linkervoet. Hou die core goed actief. Navel iets naar binnen. Misschien lift je nog een klein beetje verder naar achter. Misschien schuif je met die linkervoet nog iets verder bij je vandaan. Als je die heupen maar goed samenhoudt en actief die benen naar elkaar toe schaart. Dus niet hangend in een houding, maar actief houdend vanuit benen en core. Beide handen gaan weer rustig terug in de mat. Lift je rechterbeen en zwaai. Linkervoet terug naar achter. Milde vinyasa of een vinyasa via plank pose, chaturanga, dandasana. Dan stuur je je kruin naar voor, je hielen naar achter. Langzaam naar beneden. En dan schuif je over de mat heen richting een cobra. Of langzaam door naar een up dog. Blijf hier, core blijft actief. Rol over je tenen terug naar een down dog. Of kom via handen en knieën terug. Walk the dog. Voel even na. Beetje meer ruimte in die heupen. Ik voel in ieder geval wat meer ruimte. Ik voel in ieder geval dat mijn benen aan de achterkant wat langer lijken. Voor 4. Voor 3. Voor 2. En dan eindig je weer rustig terug in het midden. Stap je voeten weer iets dichter naar elkaar. Rol nu naar je tenen. Buig je benen. Plak je ribben op je bovenbenen. Kijk naar je handen. En loop rustig naar de ruimte tussen je handen in. En dan gaan we naar de Malasan. Plaats je handen een beetje meer onder je schouders. Het liefst op vingertoppen of weer onder een wat steviger kussen. En dan stap je je voeten zijwaarts naar buiten. En dan je kleine tenen een beetje meer naar de rand van de mat. Je hielen draaien naar binnen. En langzaam kom je dan naar beneden. En dan hang je weer niet in die gewrichten. Dus heupen gaan niet tegen de achterkant of door
je hiel en je kuitbeen heen. Maar je lift er maar een klein beetje bij vandaan. Plaats je ellebogen naar de binnenzijde van je knieholte. En duwt je handen tegen elkaar. En is er nou heel veel ruimte, dan maak je juist dat je hem actief houdt. Zodat je die core goed actief brengt, navel naar binnen. Grond je goed naar je voet. En dan zoek je die ruimte vanuit je billen. En daar vanuit dan breng je die knieën iets meer zijwaarts. Dus die handen die helpen dan wel een beetje meer mee. Maar je maakt hem vooral actief die opening vanuit die benen. En voelt het helemaal niet goed, dan kun je altijd nog je mat oprollen. En dan kun je daar je hielen op plaatsen. En dan kunnen misschien wel je tenen een beetje meer zijwaarts. Hou die core goed actief. Stuur je kraan mooi op en voel de opening aan de binnenkant van je benen, aan de buitenkant bij je billen. En dan plaats je langzaamaan je handen voor je en dan lift je heupen een klein beetje meer op. Rechtervoet blijft staan, linkervoet gaat terug naar achter, een beetje meer in het midden. Loop je beide handen eerst even terug onder die schouders. En dan hou je die linkerbeen mooi actief. Duw die linkerhiel naar achter alsof je hem in een soort van startblok hebt. Links blijft onder je schouder, rechterhand gaat naar je knie. En dan duw je een klein beetje meer naar buiten. En misschien rol je wel een klein beetje meer naar buiten. Aan de rechterzijkant van je voet. Langzaamaan, inademend en uitademend, ga je observeren wat je voelt. De buitenkant bij die rechterbil, aan de binnenkant misschien aan je hamstring. Maar ook die strekking en die lift over het hele linkerbeen. En behoort het tot de optie? Dan kom je richting je onderarmen. Hou nog steeds. Linkerbeen mooi hoog. Hou die core goed actief. Linkerhiel wijst nog steeds omhoog. Duw naar achter met die linkerhiel alsof die in een startblok zit. Wiggel een beetje heen en weer. En langzaam gaat dan die linkerknie naar beneden. Een soort van touchdown. En dan blijf je of hier een beetje heen en weer voelend. Of je brengt misschien één hand richting de mat, linkerarm, rechterhand weer terug naar je knie. Misschien duw je hem een beetje meer naar buiten. Misschien zoek je hier een twist. En dan draai je je neus een beetje meer op richting het plafond. Open je ook iets in die schouder. En als je dan je hand een beetje meer aan de kleine de kant waar je kleine teen zit houdt. Dan heb je een klein beetje meer de ruimte om je voet in je hand te duwen. En die schouder ook nog een beetje meer naar achter open te rollen. En dan laat je rustig los. En dan kom je langzaamaan weer terug naar het midden. En dan laat je rechterteen weer terug naar voren. Linkerknie lift. Heupen gaan als een blokje omhoog en naar achter. En stap. Je hele rechtervoet terug naar achter. En dan gaan we weer even voor je milde vinyasa. Of die chaturanga dandasana, net waar ruimte is. Inademend. Hoge plank, uitademend langzaam naar beneden. Over de mat heen, lift op kleine cobra. Of door naar een up dog, rol over je tenen heen. Of kom via handen en knieën terug. Voel heel even na, stap je voeten weer rustig, iets dichter naar elkaar. Hou lengte over de wervels in je rug en je nek. Nog steeds niet hangend in schouders. Dus elleboog iets naar buiten, oksels iets naar elkaar, zodat die schouders mooi breed blijven over je rug. Rol naar je tenen, buig je benen, lift je hielen, kijk naar de voorzijde van de mat. En loop, stap of spring tussen je handen in. En dan gaan we weer door naar die malasana. Handen weer voor je. Stap je voeten weer een beetje meer naar de rand. En langzaam kom je naar beneden. Hou die core goed actief. Alleen nu lift je handen uit de mat. Geen holle rug, dus kantel het bekken. En langzaamaan kom je een klein beetje meer lager. En dan is het een soort van malasan met een chair pose. Hou die core goed actief. Knieën wijzen schuin. Iets over die tenen heen naar buiten. En vanuit daar vouw je rustig door naar voor. En dan blijft die linkervoet nu staan aan de rand van de mat. En die rechtervoet gaat naar achter. Beide handen lopen eerst een beetje meer terug onder die schouders. Rechterhiel doe je weer naar achter, alsof die in dat startblok zit. Bal van je voet wijst echt naar de achterzijde van de mat. Rechterhand maar onder je schouders op vingertoppen of goed gegrond. Linkerhand gaat naar de zijkant van die linkerknie. En dan rol je misschien een beetje naar de linkerrand van je voet. En dan duw je weer een klein beetje meer uit. Hou je die core goed actief en dan zit die kracht weer in die benen, in die heup, in die core. Niet in die rechte schouder.
En vanuit daar hou dat rechterbeen mooi actief en hoog. En breng je onderarmen richting de mat. Als die ruimte er is, en anders breng je ze richting een kussen. Schouders blijven zacht. Hou dat rechterbeen mooi actief. Hou die heupen mooi samen. Rol nog steeds misschien iets door naar die linkerrand, buitenkant van je voet. En langzaam, ik weet dat je dit een fijnere houding vindt, rechterknie terug in de mat. En dan rechterteen nog steeds in de mat, heel wijst omhoog. Oeh, aan deze kant was die iets zwaarder dan aan de andere kant. Zacht in je schouders. Observeer en voel na. Voel nou de ruimte, of er ook ruimte is om hier weer te bewegen. Met die rechter elleboog en naam met die schouder. Die linkerhand weer naar je knie. Of je rechtertenen omhoog. Die linkerhand naar die rechtervoet. Ook hier weer openend en twistend. Door een beetje meer te duwen met die voet in je hand. Creëer je ook hier die ruimte naar die schouder. Nog iets dieper in die twist. En voelt dat aan deze kant helemaal niet goed. Dan blijf je daar lekker ver bij vandaan. Loop je handen weer rustig terug. Tot een beetje meer onder die schouders. Draai je linkertenen weer een beetje meer terug naar voren. Lift je rechterbeen. Heupen iets naar achter. En stap je linkervoet weer rustig terug naast rechts. Voel heel even na. Door je lijf heen. Vanuit hier ook weer door die milde vinyasa. En voel je vrij om een vinyasa te skippen. Als je in de walking dog wil blijven. Of handen en knieën cat cow. En ik ga weer even voor een rustigere, meer ondersteunende via handen en knieën, ellebogen langs flanken, buik, borst, neus over de mat. Kleine cobra. Uitademen, terug naar beneden. Inademend omhoog, handen en knieën, tenen in de mat, liftend en terugstappend in die down dog. Ruimte om even na te voelen. En vanuit hier hou je voeten mooi, een beetje meer op dat blokje nog steeds. Grote tenen iets naar elkaar, hielen gegrond, iets gelift, knieën mild gebogen. Lift je opnieuw dat rechterbeen. En nu een three-legged dog. Heupen blijven goed gesloten. En dan hoeft dat rechterbeen niet zo heel erg hoog. Denk vooral weer in lengte, afzettend vanuit je handen. Zoek lengte omhoog en naar achter, zonder dat je opent in die heupen. Zacht in die schouders. Observeer en voel na. En met een grote zwaai gaan we dan naar de Kaputasana, de Pigeon Pose. Rechterknie gaat helemaal door naar voren richting die rechterpols. Scheen een wreef in de mat. Strek je hele linkerbeen naar achter. En langzaam land je dan een klein beetje meer met je heupen richting de mat. Voelt het onaangenaam, is er nog minder ruimte dan een kussentje weer onder. Rechterbil of een deel van je bovenbeen. En misschien gaat je hele rechterscheen wel in lijn met de mat. Tenen dan vrolijk, dan bescherm je je knie. En langzaamaan zoek je dan weer een beetje meer ruimte. En dan mag je je tenen in de mat houden. Linkerhiel omhoog of je schenen wreef gaan in de mat. Dat is minder spanning misschien voor je knie als dat je hem op de top van je tenen neemt. Als je maar wel zorgt dat je die mooie rechte lijn houdt. Dus dat die voet niet naar binnen draait. Want dat vindt je enkelgewricht niet fijn. En ook je kniegewrichten aan beide kanten met banden niet. Zacht in je schouders. Navoelend en observerend. Ook hier weer ondersteuning gebruikend van misschien een kussen. Of als je dat hebt, helemaal mooi een blok. Of misschien maak je je eigen blok van je beide handen bovenop elkaar. En langzaamaan laat je een beetje meer los, observerend en navoelend. Buitenkant van die rechterbil. Tenen blijven mooi vrolijk, zacht in die schouders. Observerend en navoelend. Iedere uitademing misschien nog een beetje meer loslatend. En langzaamaan bouw je hem dan op. Kom je rustig terug omhoog. En dan gaan we, als je dat fijn vindt, naar een iets meer actievere houding in die pigeon pose. Wil je in die minder actieve houding blijven, dan blijf je lekker een aantal rustige in- en uitademingen in de houding waarin je bent. Anders gaat misschien die rechterhiel een beetje meer naar de binnenzijde, voorzijde van je linker aanlichting van je heup of je bovenbeen. En dan neem je, als je de ruimte hebt, je linkertenen omhoog en dan gaat je linkerhand aan je voet. En vanuit daar kun je dan met die linkerhand je voet een beetje dichter naar je rug brengen. En misschien kun je hem wel in de holte brengen van je linker elleboog. Ga je linkervingers omhoog en dan draai je met je rechterarm langs je oorhoog.
Rechter en linker schouder weer iets meer naar de voorzijde punten van je mat. Dus je opent niet helemaal zijwaarts aan die linkerkant, maar je opent nog steeds je hartgebied iets meer naar voren. En langzaamaan laat je los. Ontspan je nog even weer in die pigeon pose. En vanuit hier loop je dan rustig omhoog. En dan wisselen we even door door te leunen naar de rechterkant. Je rechterhand aan de buitenkant te nemen. En met een grote zwaai je linkerbeen naar de voorzijde te plaatsen. Dan neem je met je rechterhand je rechtervoet onder je linkerbeen vandaan. En dan plaats je je rechtervoet aan de binnenkant van je linkerbeen. En dan neem je je twist weer terug naar de voorzijde van de mat. Schouders weer iets meer in lijn met de punten van je mat. En langzaam loop je een klein beetje meer naar de voorzijde van de mat toe. En dan laat je je hoofd lekker hangen tot daar waar het past. En voelt het niet fijn, zweeft misschien die rechterknie heel erg over de mat heen. Dan plaats je ook daar misschien weer dekentje, handdoekje, een stukje van je kussen onder. Zitbordjes blijven mooi in de mat. En heb een beetje het gevoel alsof je je linkervoet tegen iets wil afzetten. En daarmee die heupen mooi samenhoudt. Dus die linker en die rechterheup die blijven mooi op één lijn. Alleen de uitdraaiing komt vanuit dat heupgebied. Rechterknie zijwaarts. Zacht in je schouders. Armen ontspannen. Hoofd naar beneden. Iets hoger als er minder ruimte is en het voelt minder fijn. Of je vouwt misschien je handen om de rand van je linkervoet. Of je plaatst er misschien nog een blok tussen als die ruimte er is. En ook hier kun je je hoofd langs de binnenkant van je linkerbeen laten hangen. In het midden of eroverheen naar de andere kant. En op een inademing kijk je dan rustig weer iets op en uitademend rol rustig terug omhoog. Leun nu een beetje naar links en dan gaat je rechtervoet terug in de mat. En vanuit hier schaar je dan je linkerhiel helemaal naar de rechterzijkant van je mat. En dan breng je rustig je hele rechterbeen naar achter. En dan zitten we in een pigeon pose, maar dan andersom, zonder dat we omhoog zijn gekomen via een downward facing dog. Ook hier kun je je scheen weer meer in lijn leggen met de voorzijde van je mat. Maar flex dan nog steeds wel je voet. Niet te veel hangend naar die linkerkant. Kan er weer een kussentje of een blok onder je linkerbil of bovenbeen. En dan zoek je weer de ruimte. Tenen in je mat heel omhoog of je schenen wreven in de mat. En dan wijst je voet weer mooi in een rechte lijn naar achter. Geen spanning in je knie, in je enkel. In je schouders, in je linkerbil, in je linkerknie, bij je linkerenkel. En zoek rustig aan de ruimte weer naar beneden, observerend, navoelend het verschil in ruimte tussen de rechter en de linkerkant. Laat je hoofd lekker ontspannen hangen of laat het rusten. Maak een kussentje van je armen. En voel heel bewust na. En blijf je heel bewust van de signalen die je lijf geeft. En bedenk dat een stretch die je voelt echt iets heel anders is dan als je ergens een pijnscheut voelt. Het is vaak een teken van je lijf dat je wat meer ruimte in je houding moet nemen. Dus dan kom je overeind en dan creëer je die ruimte. Dus niet willens en wetens in een houding blijven als het niet goed voelt, als het anders voelt dan een stretch. En ook hier kun je in die houding blijven of je komt langzaam een beetje meer omhoog. En dan gaat die linkerhiel een beetje meer naar de voorzijde van je rechter heupflexor of bovenbeen. Ga je rechtertenen misschien omhoog, misschien gaat je rechterhand wel naar je voet en duw je hem een klein beetje meer richting je oksel of de achterkant van je rug. En misschien glijdt hij dan ook hier wel richting de binnenkant van je elleboog. En dan zijn die schouders weer meer opengedraaid naar de voorzijde van de mat en voelt het goed. Dan gaat misschien die linkerhand ook wel over je hoofd heen. En dan voel en observeer na waar de ruimte zit in die schouders, in dat hartgebied. Navoelend door je lijf heen, die trekkend aan jezelf. Observerend wat je voelt. En dan ook deze houding weer rustig even afbouwend. Terug even in die meer ontspannen houding. Of daar was je misschien nog. Navoelen door je lijf heen. Inademend rustig terug omhoog komend. Nu die linkerhand een beetje meer naar de linkerkant. Buiten de mat langs je heup. Zwaait je rechtervoet helemaal door naar voren. Beide handen pakken dan die linkervoet, nemen hem onder dat rechterbeen vandaan. En dan gaat die linkervoet aan de binnenkant van je rechterbovenbeen. Zacht in je schouders. Twist weer een beetje meer terug met die schouders op één lijn naar de voorzijde van de mat.
En langzaamaan rol je iets meer naar voren en word je zachter. Je hoofd, je nek en je schouders. En dan is weer die rechterhiel een beetje meer tegen een soort van muur, waardoor je die heupen weer iets meer kunt samenbrengen. Navel iets meer naar binnen. Laat je hoofd lekker hangen. Blijf mooi zacht in die schouders. Ruimte. Rustig in- en uitademend. Niet trekkend aan jezelf, maar observerend waar die ruimte zit of waar die ontstaat. En die ontstaat eigenlijk alleen maar als je lijf zich veilig genoeg voelt om een beetje meer los te laten. Zodra je aan jezelf gaat trekken en je lijf is daar nog niet aan toe of heeft die ruimte nog niet, krijg je eigenlijk het tegenovergestelde effect. En zet je lijf zich als het ware schrap tegen de ruimte die je wil proberen te creëren. Dus laat het lekker los. Zacht in die schouders. Observerend en navoelend. En op een inademing kijk rustig iets op. Rol langzaam omhoog. En dan gaat nu die linkerhand naar je knie. En vanuit hier schuif je je linkervoet verder bij je vandaan. En dan klop je je beide benen even los. En dan kom je rustig een klein beetje meer met je heupen richting de voorzijde van de mat. En dan gaan we naar de double pigeon of de firelocks, het stapelen. Stapelen van je scheen en je kuit bovenop elkaar. En ook dat vereist weer wat ruimte vanuit heup, vanuit lies. En voordat we dan doorgaan naar de andere kant, doen we ook wel weer eventjes een ontspanning in heup. Kijk tot waar je mee wil gaan en waar de ruimte is in je lijf. Rechterknie in lijn met je enkel. Linkervoet lift je en die breng je zachtjes op de binnenkant of een beetje meer naar de rand van je rechterknie. Tenen blijven mooi vrolijk. Scheen en wreef van je benen zijn dus zo goed als gelijk. Zitbordjes goed in de mat en dit is misschien al voldoende. Heb je minder ruimte, kun je altijd misschien weer wat hoger komen zitten. En dan breng je je handen misschien wel over je benen heen, als dat goed voelt qua ruimte. En misschien breng je ze zelfs wel richting de ondergrond. Onderarmen richting de grond. Zacht in je schouders, laat je je hoofd lekker hangen. En ook hiervoor geldt nog steeds. Als het anders voelt dan een stretch. En dat signaal is echt heel anders in je lijf. Dan dat je ergens iets van pijn ervaart. Dan kom je weer uit die houding. En misschien creëer je wel ruimte. Door je scheen en je wreef niet zo heel ver boven op elkaar te leggen. Of misschien is een sukhasana zoals we begonnen aan deze practice voldoende. En dan kruis je gewoon weer in die keermaker zit. En misschien heb je dan nu wel meer ruimte om je armen meer te ontspannen over je voeten of je knieën heen. Langzaamaan kom je omhoog. En dan kom je rustig uit de houding. En dan breng je je voetzolen even tegen elkaar. En dan breng je hielen een klein beetje meer richting je heupgebied, je zitbordjes, kommetje van je handen om je kleine tenen. Twee opties, lekker even uitvlinderen als dat goed voelt. En dan blijf je mooi hier, lange rechterrug kruin op. Of langzaamaan kom je een klein beetje meer naar voren. En misschien breng je wel je elleboog iets voor je scheen. En denk er dan aan dat je je billen een beetje samenknijpt. Op het moment dat je je billen iets samenknijpt, dan draai je je knieën namelijk nog iets meer naar buiten. Open je zit weer vanuit dat heupgebied. En dan open je voeten vanzelf een klein beetje meer. Zacht in die schouders. Langzaamaan rol je dan met een ronde rug weer terug omhoog. En nu gaat je linkerbeen scheen en wreef mooi onder. Tenen blijven mooi vrolijk. En dan gaat je rechter scheen en wreef bovenop links. Zacht in die schouders. En dan voel je weer heel even na. Misschien voelt het hier gelijk al heel anders. Naar links en naar rechts. Tenen mooi vrolijk. En dan breng je je handen misschien weer voor je. Of misschien blijf je liever rechtop zitten. Misschien zoek je hier een blok onder je rechterknie om een klein beetje meer te ondersteunen. Misschien blijf je hier als dat voldoende is qua ruimte. Misschien kom je ook hier over je benen heen met je onderarmen richting de grond. Als het minder goed voelt, dan zoek je misschien ruimte weer terug in die sukhasana. Blijf observeren door je lijf heen. Waar ontstaat ruimte? Wat voelt goed door je lijf heen? De ene kant voelt heel duidelijk anders dan de andere kant. Dus
Soms heb je aan de ene kant meer ruimte. En soms kun je ook wisselen tussendoor. Dat doe ik ook wel eens om na te voelen waar die ruimte dan zit. Of het beter voelt aan de ene kant dan naar de andere kant. En soms heb je de ene dag dat die double pigeon pose wel gaat naar de ene kant en helemaal niet gaat naar de andere kant. Dan laat je dat lekker voor wat het is. Zonder een oordeel. En langzaamaan neem je dan ook hier weer de ruimte om overeind te kruipen. Breng je handen rustig naar achter. Lift en laat langzaam je voeten naar elkaar toe glijden. En dan eindigen we een klein beetje verder met je heupen bij elkaar. En je hielen bij elkaar vandaan. En dan is dit in het midden een soort van grote diamantvorm. Tenen blijven mooi vrolijk. En dan vouw je eerst rustig een beetje meer over die benen heen. Handen over je benen. Handen ontspannen richting plafond. Of als het minder goed voelt, dan breng je ze onder je kuitenschijn door. Wijzen je vingers naar de voorzijde van de mat. En dan laat je je hoofd vanuit daar lekker hangen. En dan is niet het doel om met je hoofd op je voeten te komen. Als er ruimte is, dan ontstaat die ruimte vanzelf, die verdieping in je lijf. En wil je verder door, ruimte creërend en zijn je handen onder je kuitenscheen door, dan kun je misschien een beetje experimenteren met je armen zijwaarts te brengen. En misschien breng je ze langzaam wel nog iets verder door opzij. Ontspannen in je schouders, ontspannen in je nek. Dan voel je ook nog meer strekking aan de achterzijde bij je rug. Dus observeer en voel even na. Waar zit de ruimte in de houding? Wat voelt goed? En had je je handen helemaal zijwaarts of halverwege, dan lift je knieën een klein beetje naar je schouders. Schuif je handen rustig weer een beetje meer terug richting je voeten op de mat. En neem ze rustig onder je benen door. En vanuit daar rol je rustig af naar achter, wervel voor wervel. Hou je voetzolen een beetje meer bij elkaar. Of schuif, als dat beter voelt, je hielen iets dichter bij elkaar. Laat je langzaam je knieën naar rechts en naar links naar buiten vallen. En dan wieg je een klein beetje heen en weer. Niet te veel holling laag in je rug, dus hou die core nog steeds goed actief. Neem je rechterhand even richting je hartgebied, je linkerhand even rond je buikgebied. Sluit heel even je ogen. En dan blijf je mooi hier rustig in- en uitademend, zoveel mogelijk loslatend. Ontspannend, het bekken zwaarmakend, je billen. Binnenzijde van je benen, achterbovenzijde van je benen. Je knieën, kuitenscheen, je voeten. Zoveel mogelijk ontspanning rond je buikgebied. Wervels in je rug, je schouders, je armen. Achterhoofd zwaar. Ontspannen in je gezicht. En als dit nog te intens is en je kunt hier wat minder ontspannen, dan bouw je hem vanuit hier rustig af naar een traditionele savasana. Breng je je rechterhiel naar de rechterpunt van je mat. Je linkerhiel naar de linkerpunt. Hou je handen lekker zoals ze zijn. Of misschien neem je ze zijwaarts in een kleine of een grote V. En dan blijf je nog even lekker hier. Als dat goed voelt en je hebt de ruimte. Rustig in- en uitademend, navoelend door je lijf. Zoveel mogelijk ontspannend. Altijd de vrijheid om langer in die houding te blijven. Als je de tijd en de ruimte hebt of het voelt gewoon goed door je lijf. Dan wil ik jullie bedanken voor het samen doen van deze flow. Ik hoop dat je een beetje meer ruimte hebt gekregen in je heupen. Dat je meer de balans hebt gevoeld. De ruimte tussen de rechter en de linkerzijde van je lijf. Blijf lief voor je lijf. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Namaste.